Zijn jullie ervan op de hoogte dat de regering werkt aan een algeheel vuurwerkverbod? Ja, daar zijn we van op de hoogte. En wat vinden jullie daarvan? Aan de ene kant snap ik het wel, want wat al ver voor die tijd vuurwerk afgestoken. Maar aan de andere kant denk ik, ja, het is al levenlang zo, dus ja, het is niet anders. Ja. Op zich vind ik het wel, ik vind het wel een goede zaak. Ik vind alleen wel dat ze het wel heel laat besloten hebben. Want ik vind voor de ondernemers, vind ik het wel, ja, is het wel een strop natuurlijk. Die hebben natuurlijk al de inkoop gedaan, die hebben alles al uitgezet. Dus ik vind het heel lastig. Ik hoop dat ze wel gecompenseerd worden. Ja, ik moet wel zeggen, wat ik vanmorgen heb gehoord op de radio, was dat weer van je kreeg weer veel illegale vuurwerk binnen. Dus ja, ook meer ongeluk. Dus ja, daar zeg ik op mijn beurt van, ja, gooi daar gewoon alles weg. Er zijn altijd mensen die het goed mee omgaan en mensen die er slecht mee omgaan. En ik denk dat in dit geval de slechte het misschien voor de goede kapot hebben gemaakt. Kijk, als je weet van iedereen gaat er heel voorzichtig mee om en netjes en met respect, dan denk ik, oké, dat hoeft het niet. Maar waarschijnlijk is het vorig jaar bewezen, in Den Haag was het geloof ik, met al die toestanden, dat ja, dan moet je misschien wel zo'n beslissing nemen. Ja. Ik ben blij dat ik nu in de regering zit. Nee. Want ik heb de indruk dat vooral door het illegale vuurwerk, dat daar veel ongelukken door gebeuren. Ja. En dat daardoor veel mensen bij de eerste hulp terechtkomen. Ja. Ik vind het wel jammer als het siervuurwerk verboden wordt. Want er zijn toch een heleboel mensen die daar veel plezier aan beleven. Maar helemaal niks vind ik toch wel heel erg kaal. Ja, op zich vind ik het wel goed, ja. En als dat verbod er komt, vind ik het eigenlijk wel prima, ja, dat het dan verder een professioneel, centraal geregeld ding wordt. Ja. Ik vind het heel jammer dat er zoveel geld de lucht in geknald wordt, terwijl zoveel mensen honger lijden in de wereld. Dan denk ik van, besteed dat geld aan mensen die het geld nodig hebben. De helft van de slachtoffers van vuurwerk is onder de 25 jaar. En meer dan 1000 ernstige letsels, dat zou inhouden dat alle ziekenhuizen overbelast raken. Dan moeten ze het op een plein doen waar gewoon mensen kunnen kijken of zo. Ja. Als dat centraal geregeld zou worden, dan zijn jullie wel voor vuurwerk. Ja. Dat klopt. Alleen wat ik wel heb gelezen is dat de meeste slachtoffers vallen door illegaal vuurwerk. En ik denk dat je dat niet kan voorkomen dat het dit jaar gekocht wordt. Ja. Ik denk door het verbod dat daar misschien wel een veel grotere run op zal zijn dan op het gewone vuurwerk. Wat zou voor u een goed alternatief zijn? Dat er gewoon siervuurwerk afgestoken mag worden en dat er een verbod komt. Ja, dat is er waarschijnlijk ook wel op het gevaarlijke vuurwerk. Ja, nou, ik heb ook zoiets van, mensen zijn, omdat ze veel drank op hebben met oud en nieuw, niet altijd even veilig bezig. Ja. En er zijn best wel veel slachtoffers. En nu corona het ziekenhuis bezet, denk ik inderdaad dat een verstandige beslissing is. Ja, wat ik net ook al een beetje aangaf, is om het centraal te regelen, professioneel op een veld. En dat je dan met mensen bij elkaar kunt komen en gewoon samen kunt kijken. En, dat wel. Er zijn ook mensen die zeggen, het komt de regering wel heel mooi uit, die coronacrisis. Want onder die paraplu kunnen ze toch nog een vuurwerkverbod instellen. Nou, ik denk dat die mensen daar ook best gelijk in hebben. Want ik denk ook stiekem dat de onderliggende gedachte is van de regering. Dat het inderdaad heel mooi uitkomt. Ja. Dat ze nu eigenlijk een mooi smoesje hebben om dat helemaal te verbieden. Ja. We hebben een hele hoop complotdenkers in Nederland. Ja. Ik denk, joh, het virus is er en wees blij dat het zelf niet krijgt. Of dat je gezond blijft. Ja. En bescherm iedereen daarvoor. En zorg dat de zorg niet overbelast wordt. Sommige mensen zeggen ook, alle leuke dingen worden ons afgepakt. Ook het vuurwerk. Wat vindt u daarvan? Nou ja, ik denk naar de toekomst toe dat het allemaal maar tijdelijk is. Dus ga nou even op de rem staan met elkaar. En er komen vast wel weer andere tijden. Ja. We moeten het met elkaar doen. Toch? Dat is een hele duidelijke.